ik nooit meer gegeten sinds ik kind ben, geloof ik. En nu hebben we het voor Sydney. We hadden hier gisteren een feestje, een verjaardagvieringtje. En toen gingen we een hotdog station bouwen. Dus één hotdog kon je Mexicaans en had ik zelf guacamole gemaakt. Nou, dat was ongelooflijk lekker. Eén German met zuurkool. Ik weet niet eens of dat een German hotdog is, maar misschien is het wel gewoon Amerikaans om dat te doen. Maar, en de classic. En dan kon iedereen zelf worstjes maken, hotdogs maken. Dat was zo'n succes. Want Wiffy ging dus barbecuen. Ja, gewoon alles hier op tafel, drie stations neergezet. En iedereen zo, wow, wat lekker, wat geweldig. Hier, wat is dit? Bakkerspuntjes met roomboter. Wat is, hoezo roomboter? Wat betekent dat? Zit er normaal dan margarine in of zo, of gewoon niks? Ik ben wel weer moe, jongens. Ik ga met Bram kringloop, wat heel leuk is. Maar ik ben toch wel moe. Toch niet dat ik zeg depressief, maar wel zo van... Maar niet moe van, ik wil nu naar bed. Ik ben niet moe, maar... Hey. Nice to meet you. Nice to meet you. Congratulations. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, dan een proces. Ja, heb je het gezien of zo? Of helemaal echt gezien? Of zo een beetje zo. Ja, zoals ik dat heb. Nee, maar ik verwacht ook niet dat mensen... Ja, dit is zo specifiek. Als je daar niks mee hebt, hoef je niet door al die vlogs heen. Maar het is een heel proces geweest. Maar jij bent daar onderdeel van geweest met die hormonen. Ja, inderdaad. Bram en I went thrifting in mijn... The worst moment of the hormones, when I was very jumpy. So he saw me like drive like a maniac. Toen werd je gebeld door het ziekenhuis. Ja, van, wat was er iets? Ja, dat was iets. Nee, was iets goed. Nee, mij. De hospital called and said something very intimate about my womb or something. And Bram was on the speaker. Okay, the last person on earth that wants to know about this. But yeah, nee, die zou er zit erin. The human body, hey, it's very, it's an amazing thing, but another tick for being a guy, I think. Yeah. We don't have to go through this, but I thank God that you're in touch with your body and your emotions. Yeah. And, ja, want je voelde je niet goed afgelopen, een tijdje geleden of zo. Nee. Of nog steeds. Nou, dat hele IVF is natuurlijk heel pijnlijk. Oh ja. Dat bedoelt hij met dat het voor vrouwen gewoon zwaar is. Als je zoiets wil, dan gaat die vrouw helemaal door dat hele pijnding heen. En ja, maar toekijken is ook niet makkelijk, hè. Is ook annoying. To have to be on the side of this. But because you can't really do anything. No. And birth giving, that's kind of sucks. That's your also, best mate in so much pain. You can't do anything. Yeah. Giving birth is also something that you guys would never know how beautiful that is, you know? Yeah. Nee, maar ik heb het al een keer gedaan natuurlijk. En dat is zo magisch dat ik denk, ja, ik ook niet willen missen. Oh, ja. Dus het is pijnlijk, maar het is ook leuk. Ja. Mijn moeder zegt altijd, de tweede vloek eruit. Ja, mijn moeder ook. Maar ik ben mijn hart vast of dat wel zo is. Was jij tweede? Ja, ik was tweede. Ja, dat is een vloek. Ja. The second one goes fast. Ja, everyone tells me, but I don't want to count on that. In case it won't happen, I'm there like, huh? Yeah. Yeah. Maar die, Sydney was, ja, ik weet niet of jij dit allemaal weet, het was 22 uur. Dus het kan bijna niet langer. Dan grijpen ze echt in als dat nog langer is. Het is terrifying. Dan ben je ook helemaal zin. Maar dat vergeet je allemaal weer. Is het allemaal waard? Dat is waar je zo over het hele gesprek staat. I wish the bugs would. I wish I had the same delusion. That I do when I was doing. Didn't think that I could ruin anything at all. I could never fall. I wish I had that same conviction. Never show my mess. No? Yeah. Oh, cool. Yeah, hè? Don't talk to the hoek natuurlijk. Ja, door en daar zijn ook nog ramen. Dus van drie kanten ramen geeft ze een penthouse bij. Ja, als je net aankomt, dan verwacht je niet dat het zo groot en zo ruim en zo licht. En dan dat hele dak erop. Ja.
You always want to tell the dying story. So he slipped. But she was really, tall. So all the bench tops and things are a little bit higher. This is nice. So I thought you'd appreciate it because it's like so, like, oh, this is so good. My eye got this and it looked like this. Cool, yeah. You were really adults with this house, hey, babe. Yeah. A bath and all kinds of adult stuff. Echt een grote mensenhuis. Yeah. We moeten er nog in groeien. En buiten is. Wow. Kijk, bro. Kijk, Bram is er. Hoi. Hi. Koffie. Nou, wat vind je van het huis? Ja, heel mooi. Ja? Ja, het is zo groot en licht. En, oh ja, ja. En als je hier aankomt, dat kan jij natuurlijk nooit echt in je vlog laten zien. Maar dan denk je even van, oh, waar moet zij eigenlijk? Best wel veel flats. Ja, ja. Ja. En dan is het zo'n groot huis. Huh? Oh. Ja, dat zit echt zo achter die voordeur verscholen. Ja. Ja, vind ik ook heel prettig. Ja. Want je hebt dus ook heel veel privacy. Ja. Dat niemand kan hier naar binnen kijken, ook niet als je op je dakterras zit. Mm. Ja, dus ze kunnen met een verre kijken natuurlijk vanaf de flat, maar zo voelt het niet. Nee, dat doe je niet. En hoe is het met jou? Goed. Ja? Ja. Je bent helemaal verliefd, zag ik. Ja, helemaal verliefd. Op mijn auto. Hoe is het nog steeds over hebben? Ja. Ja, hè? Ja, mag nog wel even, toch? Ja, ik weet het niet. Mijn kijkers, de helft zegt, hou erover op. Oh, zeggen ze het? Ja. Had je het gevraagd? Nee, die zegt ze uit zichzelf. Oh, zij is van, is u wel even genoeg over die auto? Ja. Ik nog niet. Het is moeilijk om erover op te houden. Wat leuk is, jij komt mij ophalen. Ja, spannend. Vond je het spannend hier naartoe? Of nou, niet meer eigenlijk toen ik dat zei, van het is niet druk. Dat stukje richting Schiphol op een gegeven moment moet je zo. Dat vind ik wel een druk stuk. Er zijn heel veel banen. Moet je echt goed opletten of je niet net eentje ernaast zit, want dan mis je gewoon een hele afslag. Ja, maar ik denk dat ik dat gewoon vaker moet doen. Ja, ik weet niet eens welk stukje moet doen, maar ik let ook niet nooit heel erg op als ik rijd. Nee, ik weet eigenlijk nooit Schiphol. Oh, ja. Het is niet vlakbij, maar... Ja. Ja, je moet wel opletten. Ja, dus als het druk is en groots, vind je het vervelender dan kleine weggetjes. Ja, maar ik ben gisteren van Brussel terug naar Hilversum gereden. Jeetje. Ik wilde even oefenen met... Hoe lang was dat? Nou, op de terugweg maar 2 uur. Niet. Maar het was 's avonds. In België mag je over 120. En dan in Nederland kon ik op sommige stukken 130. Ja, na 7 uur. Ja. Dus toen was ik in 2 uur thuis. Maar op de heenweg was het 3,5 uur. Ja. Maar toen vond ik het ook wel weer... Ja, juist die snelwegen heel lekker. Zo 's avonds en dan met de muziekje op. Maar dus donker vind je niet eng? Nee. Als er maar genoeg verlichting is. Ja, en niet regent en geen... Ja, mijn grootste angst is wel gewoon... Ergens ongeluk zo de verkeerde oprit nemen dat je dan ineens aan het spookrijden bent. Zo, dat zit soort in mijn hoofd. Er zitten echt massive borden, hè? Ja, en mijn auto zegt het ook. Rij terug. Oh, jouw auto? Ja. Nou, daar wil ik het ook over hebben, hoe logisch jouw autokeuze bij jou is. Ja, en ik had het niet daar kunnen bedenken, maar het is eigenlijk een gadget. Ja, het is een gadget. Ja, maar dan een hele vette, grote, dure. Maar het is eigenlijk in het verlengde van hoeveel techniek jij ook wil in je camera spullen, in je telefoons, in je gordijnen. Je wilt het allemaal zo slim mogelijk. En dat is die auto natuurlijk ook. Dus ik dacht, ja, natuurlijk kies jij niet gewoon een tweedehandsje. Nee, dat zegt natuurlijk iedereen. Als je eerste auto gaat kopen, zegt iedereen van, ik zou een oudere auto nemen. Maar dat hoef jij niet te zitten. Nee, dat is niet de lol voor mij. Dan zit jij niet prettig. Nee. Nee. Nee, die green wheels, kleine green wheels die je kan lenen. Dat zijn echt soort basic auto's waar gewoon... Helemaal uitgekleed. Ja, ja, zit en niks dat, op of dat aan. Dat vind ik niet leuk. Nee, daar geniet jij dan niet van. Nee, ik vind het heerlijk dat ik zo in mijn auto ga zitten en dan gaat het scherm zo aan. Alsof heel er een soort ruimteschip opstijgt. Ja. En dan voel ik me helemaal soort... Ja, dat verwacht ik er ook bij. Ja. Hij is wel heel bemoeizuchtig geworden. Hij zegt de hele tijd als je iets te hard of... Hij heeft overal commentaar op. Maar wel ook af en toe gewoon echt... stuurt hij gewoon met me mee. En, dat helpt hij me echt. Ja. Ja. Ik hoef bijna niet meer te sturen. Hij doet eigenlijk gewoon alles zo. Weet je. Ik weet niks van dit model. Ik weet ook niks van andere auto's. Maar, maar ik denk dat eigenlijk alle... Weet je hoe oud jouw auto is? In ieder geval 15 jaar. Omdat dat dan... heel voordelig is voor de belasting. Ja, dus er is natuurlijk in de afgelopen 15 jaar wel heel veel gebeurd op elektronica. Alles op het gebied van elektrisch rijden. Ja. En, dus ik denk eigenlijk dat alle nieuwe auto's wel deze dingen wel ongeveer hebben. Ja? Oh, grappig. Ja, ik zit dan dus gewoon nooit in nieuwere.
Nee, nee. Dus het is je eigen auto. Ja, ja, ook niet bij mensen, oh, nee. Bij deze luxe. Nee, nee, ja, ik ja. Gaat al piepjes en allemaal ja. Dingetjes. Ja, ja, dan moet je, ja, ik zou zeggen, hack dat even. En dan ja. Richt het even in zoals jij het wil. Maar dan, ja. Je moet hem ooit ook weer teruggeven. Ja. Dat is misschien net even een stapje te ver. Ja, dan moet je hem weer terughacken, ja. Ja, ja, ik hoorde wel van mensen die dat hebben gedaan, oh. Inderdaad. Ja. Oh, ja. Of gewoon het geluid. De audio, zeg maar, eruit halen. Ja, ja, of misschien ben ik er wel aan. Ja, en is ook goed voor je veiligheid. Ja, nou, wij gaan even de volgende vraag maar even kringlopen. Ja. Waar gaan we doen? Zoveel edit werk al hier. Dat gaan we hoor. Even doorpakken. Heb je zin in te kringlopen? Ja, zoek je iets? Gaan we iets doen? Altijd stoelen nog steeds. Oh. Ja. Ja, 60? Ja, dat vind ik leuk. Maar wel twee dezelfde. Anders wordt het druk bij mij. Ja. Ja, ik zat net iets te bedenken. Dacht, ik kan het eigenlijk niet op camera zeggen, maar ik heb dus eigenlijk veel meer zin sinds ik zwanger ben in nieuwe spullen. Oh. Maar dat is helemaal niet, dat kan natuurlijk ook niet ongeveer. Hoezo niet? Dat mag toch? Ja. Je mag toch andere dingen willen? Ineens? Ja, maar omdat andere dingen eten. Zou hij daar natuurlijk, ja, je hebt vegetarische mensen die vlees gaan eten tijdens de zwangerschap. Ja, maar dat snap ik wel. Ja. Ook zo'n dier. Maar ja, gewoon, ik kijk zo net met jou zo mee, die kamer, oh. Dan denk ik, het is allemaal zo oud. Denk ik, ja. En wel heel sfeervol hoor. Ja? Oh, ik zie het even niet. Ik ben een beetje in de war, denk ik. Oh. Dus ik ben ook in de kring, ook heet het heel kritisch. Mm. Van nee, het is niet goed. We kunnen ook naar de meubelboulevard. Nee. Daar ben ik, daar zo ver wil ik niet gaan, maar ik wil wel vast waarschuwen dat ik wat kritischer ben nu. Wat je allemaal meemaakt. Wat kritischer naar de... Ik koop niet zoveel de laatste tijd. Nee. Maar ik dacht, misschien zoek jij iets, dat is wel leuk. Ja, stoelen ze altijd welkom, anders gaan we gewoon kletsen. Ik bedoel, ja. Ja. Ja, we kunnen ook niet. We kunnen ook hier gewoon zitten en koffie drinken. Nee, ik wil wel even gaan. En het is ook sowieso content, hè? Het heeft wel gewerkt, hoor. Dat is waar. Ik heb ook zo lang niet gewerkt. Heel dik gat in mijn inkomsten. Google. Ja, want je had natuurlijk heel veel vooruit gewerkt. Ja, nee. Anders had je al jaren, maanden gefilmd. Ja, dat viel me eigenlijk dus heel erg mee. Hoeveel dat oplevert. Ik zou dat eigenlijk iedereen willen adviseren om gewoon een soort documentaire topic te bedenken. En daar constant voor te filmen. Want ik heb dus 11 vlogs van 20 minuten, hoge kwaliteit, en ik heb heel veel ruis eruit geknipt. Ja. Maar het voelde dus niet alsof ik daar iets voor heb hoeven doen. Nou, er is heel veel materiaal door moeten spitten. Ja, dat editte hier zo toen ik depressief was. Maar dan denk ik ook, ja, dan wil ik liever, liever hier zitten dan dat ik erop uit moet. Dus ik had gewoon weken aan vlogs zonder dat ik hoefde te filmen, zeg maar. Ja, het is zo leuk als je iets kijkt en je weet dat het al... Dat er een eindpunt komt of zo. Dus je weet dat het al jaren of maanden... Ja, dat is wel leuk, toch? Ja, dat is echt leuk om te kijken. Het was een verbouwingsvideo waarvan je weet, dit is dat al ooit klaar. Af, ja. Ja. Oh ja, dat had ik niet eens gerealiseerd. Dat is zo. Dus het is inderdaad heel dankbaar om zoiets te verzinnen. Ja, dus wel organisatie. Dus dat je echt wel... File management. Ja, nou, daar heb ik helemaal niet. Geen dat je wat kwijt was geraakt. Ja, ook, cruciale beelden. Maar ik ben ook heel veel niet kwijt geraakt. Ik gooi soms hele bakken gewoon weg. Omdat ik gewoon niet weet... Ja, dat doe jij niet. Ik gooi maar niks weg. Ik vertrouw harde schijven niet zo. Die zijn zo tijdelijk. En dan moet dat... Daarna moet dat dan weer ergens naartoe. En dat doe ik helemaal niet. Dus het is voor mij... Zo van... Wat je nu ziet, dat is het. En er is geen archief verder of zo. Nee, nee. Maar dit mocht al dus 2 jaar lang niet weg. Ja. Moest ergens blijven staan. Dat is dus gelukt. Maar dat is niet mijn sterke kant. Heb ik ook nooit geleerd. Heb jij geleerd, denk ik? Ja. Hoe je dingen filet. Ja. Ook wel uit nood, omdat ik zelf nog gewoon chaotisch ben. Ik heb de neiging om allemaal gewoon zo in één map te flikkeren en het niet te ordenen. Dus ik moet echt zo met nummers en datum en maanden en ja. Maar jij doet er ook veel mee, dus het is het waard. Ja, ik vind het echt leuk om dan zo in mijn archief zo even iets terug te zoeken. Ja. En ik verwijder nooit iets. Dus altijd, als het nog niet online staat, zijn er altijd 2 exemplaren van. Ja. Maar het is niet houdbaar natuurlijk. Nee? Het is nu 20 terabyte. Oh. Nee, dit moet ook allemaal weer weg. Ja, het is echt maar ik wil dit wel echt zelf weten. Want ik elke week denk ik eraan van... Doe ik dit wel goed? Doe ik dit wel goed? Doe ik dit wel goed? Maar dit is niet aan mij besteed, zo'n archief. Ik ga daar nooit meer wat mee doen. Daar ben ik te lui voor ook. Nee. Dus dit, ik denk voor mij... Maar je bewaart wel je exports toch van alles? Ja. Die staan op YouTube, nee, geitje. Nee, daar vertrouw ik niet blind op. Ik heb ze zelf wel, een gewone vlog. Nou, wij gaan zo eventjes lekker kringlopen. Ja, leuk. Heel anders. Ook is wel veel. Ja, elke dag, maar... Elke dag.
Wij hadden dus met kerst mijn familie, wat dus heel veel mensen zijn. En ik kon die allemaal zo zitten en die kinderen daar allemaal rennen. Dat was, toen dacht ik, ja, dat is een droom. Ja, maar wij gaan kringlopen. Wij gaan beginnen. Ik ga bij Bram in de auto, maar dan kan ik wel even filmen. Zeker. Tot zo. Hé, want dat zou beter... Oh, nou, ik ga instappen. We gaan even de full experience van de eerste keer. Zo'n luxe, de moderne auto. Oh. Ja. Zet ik ook de camera. Hij ruikt ook heerlijk. Ja, dan gaan ze zo filmen en dan gunk. Ja. Ik heb nog weinig bijrijders gehad, hoor. Oh. Nou, mijn camera kan hier niet staan, dus je kan nu overschakelen naar Bram's vlog om dit verhaal te horen. Ik vind het prachtig. Ja? Ja, heel mooi. Leuk. Je hebt snacks. Ja, ik heb heel veel snacks. Je hebt water. Heel eerlijk. Verder moet ik nog veel dingen aanschaffen en... Stop, dit is wel genoeg over die auto. Stop. Neem ik aan, hoor. Ja, ik ga ja, daar staat een paal. Kijk, dit is die bolide. Hij staat je heel goed. Dank je. Ja, heel mooi. Nou gaan we even lekker een rondje kijken. Ik vind dit altijd heel lekker dat je hier zo veel goed zicht op alles hebt. Dus hier, eigenlijk spendeer ik altijd veel tijd in die kleingoedhoek, terwijl ik daar niks van nodig heb. Ja, ja dat is toch het, ja. Ja, dat is toch altijd voor jouw shots ook leuk, dat je weer even wat nieuws hebt. Net beschadigd helaas. Let er zeker over aan. 5%. Ja, oh ja, dat was ik helemaal vergeten. Ja, maar ik ben helemaal niet in mijn doen, nee. Wel tegen Bram, ik ben heel raar sinds ik zwanger ben qua kringlopen. Wat ik dan... dit is wel een lekker kopje. Deze wil ik. En dit is volgens mij ook een merk. Wie weet dat. Hey, ik heb een designer kopje gevonden. Oh, oh leuk. Nee, nee. Oh, zo. Hè? Dat is duur werk. 1 euro. Ik denk dat het precies dan waard is. Nice. En dan is de hand nog leuker. Als ik wel weet wat het waard is, en dan toch net niet. Te klein. Ja, heel weinig soep. Deze pot kom ik overal tegen. Ja. Dat vind ik zo mooi, maar ik hoef geen theepot. Ja. Wel leuk, ja. Ja. Ik heb weer wat hoor, maar het weer nieuw. Leuk. Ja. Wat zo nu nog in de winkel kunnen staan, is dus ik heb de smaak sinds ik zwanger ben om hele nieuwe dingen te pakken. Maar dat kan dus ook in de kringloop. Wat zou erachter zitten? Nesteldrangachtig. Ik wil best vaak speelgoed en zo bij. Ja, nu wel. Maar toen ze nog in mijn buik zat zitten, wilde ik alles nieuw. Oh. Ja. Niks is goed genoeg voor haar. Snap je die gedachte? Ja. Ja, ja. Het moet beter, beter, beter. Is toch ook heel... heel vet voor in een interieur. Maar niet mijn... Dit is te nieuw voor mij. Het sneuste en schattigste item uit de kringloop. Een hele kleine... Waarvoor zijn die ja, kleine dat bakjes? Is inderdaad op huis. Eén olijf. Ja, olijf. Ja. Twee mooie schatjes. Deze vind ik heerlijk. 44 en 64 euro. Ja, echt heel mooi. Dit is wel een mooie vorm, maar dat goud is al wel helemaal afgebladderd. Ons mandje is weg. Gestolen. Of iemand zo'n hipster heeft gedacht, dit is een mooie set, ik neem het mee. Of iemand van die hier werkt dacht, het is een verlaten mandje. Ja. Hij had hem op zo'n stelling daar gezet. Dat had ik ook weer. Had jij hem ook gepakt of niet? Ja, ik heb één keer... Oh, waar naartoe? Nee, niet verder dan. We hebben hem. Ik had hem toch meegenomen bij die mooie tafeltjes. Was ik vergeten. Dit is ook wel weer een knappertje. Bevel, Jona, Cubista. Even
is toch wel heel mooi. Hij is al 8999. Heel leuk. Wow. Gelukkig, hij is 8999. Maar hij is wel van een designer. Hij is wel een beetje een designer. Ja. Hij is duidelijk van een designer. Heel mooi. Ja. Wil je hem hebben? Nee. Oké. Dan laat hem daar mooi even bovenop staan. Kijk, lekker. Chroom met leer. Mooi ontwerp dat het zo doorloopt in de rug. Ja, te afgesleten helaas. Kijk, dit is ook een leuke set. Zwart met mint, groen en goud. En daar zou ik dan zelf nooit voor hebben gekozen. Maar als ik het zo zie, denk ik, oh, dat is hartstikke mooi. Ik heb een heerlijke flannel oversized shirt gevonden, hele mooie kleur. Geen zomerkleur, maar ook niet depressief herfst. Dus ik denk dat ik dit wel lekker vind. Ik zou niet weten wanneer ik dit draag, want ik heb nog nooit zo'n shirt gehad. En ik zie nu dit, wat te groot is, maar wel heel mooi gemaakt. Maar ik dacht, is dit nou leuk met een tie? En ik moet even weten wat het kost, want het prijsje is eraf. Hier, er hangt wel een dingetje aan, maar geen prijs. Nou, we gaan het even zien. Het is ook heel mooi gemaakt. Kijk nog even bij de kinderkleding. Bram is bij de Elektra. Dat is een afdeling waar ik nou werkelijk waar nooit kom. Maar hier hebben ze een goede afdeling voor Sydney. Convinced I never need a fixing. Yeah, that girl really knew her business. Where did she go? Yeah, she thought she could do anything. Thought she could get anywhere. Confident she's number one. And if nothing, everybody's wrong. Used to be calm, now I can't remember how I used to do it. That I was a member of Confidence Club. Cause that don't last forever. I wish I saw what she saw. I wish I knew what she knew. I Heb jij die worstel erbij gehad? Heb ik dat gedaan? Oh, heb je al gedaan? Zal ik dat even doen? Nee. Oh, je hebt hem ook echt niet gezien. Iets dichterbij ook nog heen. Dankjewel, Bram. Ik maak ook nog even een foto. Ja. Nu we toch bezig zijn. En nu moeten we wel weer verder naar achter. Of niet? Ah, het is goed licht, hè? Heel goed licht. Oh, ja. We doen ook nog één full look, ja? Ja. Yo, ik zit niet tussen de hamster kooien. En heb je even iets? Oh. Nog één. Een knaagje. Oh, een knaagje. Dat is extra mooi, ja? Ja. Oh, dat is wel mooi. Het station is later weg, hè? Dus ook veel mensen komen met de metro. Gaan we hier? Kijk. Bram heeft één ding, maar dat zie je in Brams vlog. Oh. Bleu. Dat kan ik niet. Doe wel een balkje ervoor. Ja. Oh ja. Nou, tot de volgende keer, hè? Ja. Doei. Tegen mij of ja, tegen jou? Thuis? Okay. Ja, zij zien mij zo weer terug. Ja, daarom. Tegen jou. Convinced I never need a fixing. Yeah, that girl really knew her business. Oh ja, die stofzuiger. Is de belly update 's ochtends, hè? We laten het 10:15. Dat wordt dan wat, hè? Ik voel me heel goed. Heel klachtenvrij, mentaal en fysiek. Niks erop aan te merken. Ik voel me wel echt zwanger en dat vind ik dan ook gewoon heel leuk. Dit zijn de goede maanden. Ik had trouwens tot het einde van mijn zwangerschap dat ik me goed voelde met Sydney gelukkig. Dus we hopen dat dat weer zo is. En ik wil even laten zien wat ik met Bram heb gekocht. Ik zit te editen. Ik heb gewoon zin om die vlog af te maken. Dus ik ga even de trial zo lousy als dat ik er nu uitzie doen. Maar dat is soms wat het is, jongens. Het was heel leuk met Bram. Ja, wat ik elke keer zeg. Ik kan uren met hem praten alsof
ik met een broer of zo praat. En interessante gesprekken. Ik had denk ik het saaiste gesprek op beeld. Ik had het auto- en routegesprek op beeld. En Bram had een heel waanzinnig mooi gesprek over wel of niet hebben van een kinderwens op beeld. Dus kijk zijn vlog. Die staat inmiddels al een paar weken online. Omdat ik dus vooruit aan het werken ben. Kan je gewoon nog terugkijken. Het is heel interessant hoe hij ernaar kijkt. Ja. Behoefte aan mooie nieuwe dingetjes heb ik. Misschien iets meer dan normaal, maar alsnog hou ik van kringlopen natuurlijk. En deze heb ik dus gevonden van Italy. Ik had al in beeld gezet dat die echt wel iets van €40 kost. Hij voelt gewoon geweldig. Ik kan niet wachten tot ik weer koffie ga drinken. Ik mis het nog steeds elke dag. Iemand zei ook al pas op dat je daar niet afkikverschijnselen van hebt. Dus dat je misschien minder vrolijk bent omdat je koffie mist. Maar ik ben al zo lang afgekikt. Ver voordat ik zwanger was, dronk ik al heel weinig koffie. Dus ja, fysiek kan ik er gewoon zonder. Maar ik mis gewoon dat gezellige, dat lekkere van die smaak en dat momentje. En 's ochtends gewoon lekker een doel hebben naar die koffieautomaat lopen. Dus daar ga ik lekkere haverkappers in maken. En die was dus 99 cent. Hij leunt ook echt op dat hendel, kantvat. Hij leunt er echt op. Hij heeft een lekkere grip. Ik kan er zo lekker omheen. Ja. Ik kijk ernaar uit. Ik zal jullie meenemen. En dit hele lekkere bakje, 99 cent ook. Dan moet ik even, die stofzuiger is nu wel heel dichtbij. Even kijken wat merkje dit is. Er staat ook een naam van, ik zie iets met letters. Sophia Conran. Dit is natuurlijk gewoon tweedehands, maar het heeft het frisse van nieuw. En dit soort bakjes gebruiken wij elke dag. Nootje, een paar worteltjes voor Sydney, chocolade, pepernoten. Alles kan hierin. Dus die bakjes die gebruiken we alle drie heel veel. En dan dit heerlijke herfstitem. Oh nee, ik heb nog twee dingen. Best for last. Deze flannel blouse in een XL, €4,99, is gewoon zo lekker cozy. En ook leuk met die buik, dat je dus dat dan met een strak iets kan combineren. Maar toen dacht ik, is dat wel leuk, of is dat heel gedateerd? Dit is ook zo'n crunchy look, toch? Skaterboy. Naar jaren 2000. Dit is gewoon een outfit. Ja, dit is echt groot genoeg, hoor. Het is wel echt lekker groot. Oké, even normaal. Zo, Justin Bieber. Wacht even. Ik vind hem echt het stijlicoon van het moment. Hij krijgt alleen maar kritiek, wat ik zo dom vind. Want hij is tenminste vernieuwend. Hij begrijpt silhouetten. Hij begrijpt kleur. Ja, nee. I love Justin. Maar de fit is geweldig. Je ziet het. Het is groot. Ik kan het bijna als een soort jasje wel aan. Als ik Sydney moet ophalen eventjes of zo. Wat een goede koop, toch wel. Ik zag het niet voor me. Ik dacht dat moet met zo'n bodycon jurk. Ik heb een rib jurk in fluo groen. Dacht ik, dat is heel mooi. Maar ik kreeg zo'n ouderwets gevoel bij dat ik dacht, ik heb er helemaal geen zin in. Dus zo met sportswear is het eigenlijk veel leuker nog wel. Ik keek hier al wel een tijdje naar, hoor. Ja, heel blij. En dan iets voor mijn mannetje. Een mini Adidas sweatpant met fluo-groene strepen. Wil je nog meer? Ik ga binnenkort, wat ik al in de vorige vlog zei, ik heb hier dus al zijn kleding al. Ik ga al Sydney haar kleding uit de berging halen. En op maat en wassen en alles zo klaarleggen. En dan met de nieuwe dingen. En dan kan ik ook eventjes outfitjes maken van looks die ik in gedachten heb. Kijk, is dit te hard? Als dit te hard is bij de edit, beloof ik dat ik dit nooit meer doe. Maar ik had gewoon nu zin om het te filmen. Ik denk, we gaan mee op de energie. Die er wel of niet is. Oké, dit verhaal. Nu zou ik dan eigenlijk lekker een koffietje willen zetten. Gezeur. Oh ja, als er leuke merken zijn, bedrijven die in de kinderspullen zitten. Ik kreeg laatst een tip van een verhuurbedrijf bijvoorbeeld van kinderspullen. Of
Want ik heb een paar dingen echt nodig voor deze baby. Die met voeding te maken hebben. Co-sleeper. Nog allerlei andere dingen. Dus ik heb wat nodig. Een draagzak. Dus ik ben er nog niet. En het lijkt me heel leuk om met iemand samen te werken. En dat dan heel vet in beeld te brengen. En dan dat merk of bedrijf natuurlijk te promoten. En dat wij dan weer die prachtige dingen hebben. Daar sta ik helemaal voor open. Dus mocht je iemand zijn, iemand kennen, let me know. Het mailadres staat in de omschrijving. Nou, fijne dag gewenst. Tot de volgende. Convinced I never need a fixin'. Yeah, that girl really knew her business. Where did she go? Yeah, she thought she could do anything. Thought she could get anywhere.